inspecteur Rachel Deekman die maandag het roer heeft overgenomen van hoofdinspecteur Humphrey Naarden als hoofd van de afdeling voorlichting van het KPS wil een hechter band met de media. In gesprek met onze nieuwsdienst zegt Deekman dat zij geen journalistieke achtergrond heeft, maar een sociaal-maatschappelijke achtergrond. In haar oriëntatiefase zegt Deekman ervoor te waken dat de politie professioneel omgaat met vooral de media. Dus die professionaliteit is niet afhankelijk van Deekman alleen, maar het is een professionaliteit van KPS. Voor wat betreft de samenwerking heb ik in planning om de mediahuizen, de partners, uit te nodigen om werkafspraken te maken, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Dus dat zit in planning. Ik hoop dat ik het de komende week voor elkaar kan krijgen. Blijft dat nog steeds hetzelfde? Dat ongeacht alles wat met de politie te maken heeft, dat er eerst met de voorlichting contact moet worden opgenomen? Dat is een regel welke geldt binnen het KPS. Is een van onze werkafspraken. De korpschef heeft al te vaak in dagorders aangegeven dat de unit Public Relations KPS de unit is die informatie verstrekt aan de media. En wij, Public Relations, zullen die informatie zo zuiver mogelijk voor u proberen te achterhalen vanuit de regio's en of resorten. En dan gaan wij u voorzien van die informatie. Inspecteur Rachel Deekman, het nieuwe bakkenhoofd voorlichting van het Korps Politie Suriname.